Mag die nog iets sneller? Als ik jou nou 100 euro geef, doe je hem dan een tandje erbij? Daar komen wel heel veel goede berichten over. Overal. Echt niet normaal. Echt top. Als je tot morgen bij me blijft. Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn allernieuwste vlog. En wat hebben we allemaal gedaan? Nou, te veel om op te noemen. We zijn naar de kermis geweest met de buren. Dat was super gezellig. Daar heb ik even een klein geintje uitgehaald. Ik heb natuurlijk veel opgetreden. De kinderen zijn blijven slapen. Daar zijn we lekker mee gaan vissen. We zijn gaan varen met Gerard Joling en het management. En deze natuurlijk. Was super gezellig. Kortom, ga lekker kijken. Vind je het leuk? Doe eventjes een duim omhoog en laat een reactie achter. Dat zou ik super leuk vinden. Veel plezier met kijken. Doei doei. Vandaag vrijdag en het is bloedverziekend heet. 37 graden in Rijswijk. En we waren vandaag zomaar vrij. Tenminste vanavond niet, maar overdag wel. Dus zijn we even lekker aan het poedelen. Voor ons eigen zwembad. Huh? Het is vrijdagavond en wij zijn bij een optreden met de buren. Gezellig! Dat is heel gezellig. Avontuur! Nou hè? En we gaan daarna nog even kijken naar de kermis in Tilburg. Het is er één om eerst zingen. Nou, is het wel of niet? Heb je niet op geschreven, sorry hoor. Kijk eens, alsjeblieft. Voor het gezellig van Nederland. Nou, vinden die. Twee vingers, hè, zeggen ze. Heel apart gezien dat ook zegt, trouwens. Ik ben eens te bedenken. Maar goed. We zijn op de kermis. Zeker. En jij, Vincent, ja. Hij wil in dit apparaat. Ja. Kijk. Jij bent gek. Ja. En hij wil deze meenemen. Ja. Durven jullie? Zeker. Jij ook? Nu moet je wel, hè? Ja. Ga je mee? Nee. En dan ga ik zo, jongens. Gaan jullie nog in die attractie? Die komen even verdienen. Jullie mogen instappen. Instappen, kaartje 3 is voor jullie gereserveerd. Er zit geen spoed in. Ik sta hier in het hokje waar de reactor, ik spreek het goed uit hè. Kijk, en de buurman en deze zitten op dit moment in die attractie. En we mogen dingen tegen ze zeggen, dit is toch enig. Oké, beetje tandje erbij. Zet hem in versnelling 16, versnelling 16. Here we go, 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 go. Heb ik altijd al willen doen. Mag die nog iets sneller? Als ik jou nou 100 euro geef, doe je hem dan een tandje erbij? Ja hoor, laat de grond spreken. Trap op gaspedaal in, hop! Kan dat niet, Lolly? Oké, dan komt die 4G maximaal, zien we snel reactor. Ja, maximaal. Kijk hoe snel ze gaan. Zal anders echt gewoon doorgaan. Ja, nog iets harder. Nog harder. Zien we snel, maximaal. Kijk eens! Oh! Reactor! Jongens! Oh, kijk hoe hard die gaat! Hij komt een droogtrommel! Ik ben blij dat zijn hand er niet naast mij woont. En hoe vonden jullie het? Geweldig! Je moet wel even 100 euro afrekenen. Ja? Begin niet harder dan normaal. En niet langer. Ben je daar klaar voor, buurman? Altijd. We gaan hier zo'n soort Luna Park. Zo leuk. Ga jij voor? Dan kan ik zien hoe het niet moet. Dit. Oh. Jij hier. Je moet er mee. Amstertje. Ik heb het achter me gestopt.
Gisteren op visite. Hey, hey. Hi. En dat is super gezellig, vind ik. Wat gaan we nu doen? Zullen we vissen? Zullen we gaan vissen? Ja. Afgesproken. Doe jij de maaien eraan dan? Nee, jij. Hou je de vissen eraf. Dan moet je wel de vissen eraf halen. Oké, ja. Ik ga maaien. Jij doet de vissen eraf. Oké. Hou niet van box. Vissen. Wat zijn we aan het doen? Vissen. Wat is... Vind je het leuk? Ik vind het echt heel vies. Wat zijn dit? Wormen en dit zijn wormen. Met een dekseltje erop. En dit? Een visvorm met ook een dekseltje erop. Dat zijn maden. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. En ik ga met Tanti vissen. Tanti de Engel viel even in het water. Oh. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, maar we hebben vissen voor gemaakt. Nee, moeten we nog maken. Oh, moeten we nog maken. En we gaan vissen. Oh. Barbara is een beetje brood aan het gooien in het water. En hier is mijn kleine zusje. Zeg maar hi hi. Oh, ze bedoelt hi hi. Maar we gaan gewoon vissen en ik zie jullie straks toe. We hebben vorm gevangen. Kijk.
dit. Kijk, en dan zou ik je. Kijk, dit is rood. Dit is rood. Dit is rood. Dan is het een. Een ruisvorm. Wist je dat? Let op. Dag. Zag je hem zwemmen? Ja, echt cool. We hebben het echt heel gezellig. Wat zeg je? Kijk die heb ik getekend, die nog niet. Oh ja, doe dat expres. Nee. Is dat nieuwe rage? We hadden haast. We moeten niet vergeten staan dat ik uitstap. Nee, jij moet het niet vergeten. Ik vergeet het. Is leuk. Plakken, dat ik het niet vergeet. Oh, als je dat dan vergeet eraf te halen, dan heb je helemaal voor lul. Ik begrijp dat het warm is en dat iedereen een beetje gemêleerd is en gebakken en krokant wordt hier zo. Neem lekker een biertje en geniet ervan. Want we hebben hier toch een held op het podium staan. Heldin moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Ze heeft iets van 230 shows per week. Dus reken maar uit hoeveel shows dat per dag zijn en per uur. Snap je? Dames en heren, ik ben trots op haar. Ze heeft dan net niet de Voice gewonnen, maar in mijn optiek heeft ze hem zeker wel gewonnen. Dames en heren, laat je horen voor Samantha Steenwijk! Nootjes! Het is zo lekker. We zijn klaar met optreden. Het is vandaag zondag. En dan kan je me echt niet blijer maken dan een bootritje, wou ik zeggen. Boottochtjes. Dat heeft Glenn geregeld. Dat doet Glenn. Daarom hou ik ook van Glenn. Echt waar. En deze is ook helemaal blij. Dat straalt ze niet uit, maar dat is ze wel. Dat zie ik aan. Kijk dan eens blij. Ja, het is enig. Geweldig. We hebben een prachtige boot, gezellige mensen. En nu gaan we onze valse stiefzuster ophalen. Want die was weer eens te laat. Daar. Volgas! Gas! Punt in de lucht! Zelf. Hoezo? Nou, ik heb een shirt met Calvin Klein, maar zo'n kleding is het niet. Ik heb het over mijn buik. Maar goed, ik geniet ervan. Dat zag ik al. Ja, natuurlijk. Proost, ik zie dat bij jou de tijd ook niet stil heeft gestaan. Nou, heerlijk, ik geniet er wel van. Ja, ik zie het. Sommige mensen werken gewoon. Ja, je zal het wel even doen. Ja, ik ben nog aan tellen van vorig jaar, dus ja. Ga voorlopig maar even door om mij. Je doet het goed. Nou, ik hoor wel heel veel goede berichten over. Overal. Echt niet normaal. Echt top. Ja, maar dit is toch ook, je bent toch ook goed? Ik zag je gisteren nog op tv per ongeluk bij... Nee, je zal me niet opzoeken. Nee, dat niet sowieso niet, maar het is... nee, het was heel mooi. Dankjewel. La, 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 la. Geef je weer aan mij. Ja, en naar die modulatie denk ik, nou, ik weet het niet of ze halen, maar... Ben je wakker, zus? Knal je me eruit, zus. Ik hou ervan. Ja, cheerio. Zieke moeten niet, die worden met al dat plastic. Zieke ja, worden niet. Oh.
Nou, het is ook niet eens smerig. Er zit een soort mintsmaak zit eraan. Ja, ik zou het ook niet kunnen. Ik weet het niet. Ik heb het nooit gedaan. Leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mijn en dan ga ik drinken. Proost, ja. Jongens! Proost! Applaus! Ik ben een beetje verliefd op Glenn. Zullen we trouwen? Ja. Oh. Wat is dat? Jij bent toch een spook? Nou, maar. Ik weet het niet wat ik ben. Mond op. Niet in mond open, ogen dicht. Goed, doe maar naar wie nou? Gif in. Nee, dat is echt gif in. Ja? Nee, ik spuit niet. Echt niet. Het lijkt wel echt. Ja, maar bang hè. Leuk dat jullie deze hele vlog hebben afgekeken. Ja, en wil je ook nog gratis abonnee worden op mijn YouTube kanaal? Dan kan je dat doen hieronder. En een reactie achterlaten. En we doen een... Dikke duim omhoog. Dikke duimpie. Dikke duimpie.